Goedemorgen, mijn naam is de Meijer Geert, onderhoudsmechanieker in Taminco. Kom maar een keer mee. Ik sta in voor het mechanisch onderhoud van hoofdzakelijk pompen in het bedrijf. En het is de bedoeling dat de pompen constant blijven draaien. We krijgen dus een opdracht dat er een pomp slecht is. We gaan ter plaatse de pomp daar gaan demonteren, binnenbrengen in dat atelier. In dat atelier verder demonteren en kijken wat de schade gevallen is. En dan terug herstellen en terugplaatsen. Voordat we de pomp demonteren, gaan we eerst de werktoelating laten ondertekenen in de productieafdeling. De pomp is nu nog in dienst, dus het moet uitgeschakeld worden, elektrisch afgekoppeld worden en alle veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn moeten gebeuren nu door de productieafdeling. Dat is een toelatingsbewijs waar erop staat bijvoorbeeld als er nog chemische producten aanwezig zijn, brandbare producten, elektrische toestanden moeten uitgeschakeld worden, onze persoonlijke beschermingsmiddelen, helmen, handschoenen en dat kan eventueel aangevuld worden door de productieafdeling, speciale handschoenen, gasmasker of en als de productieafdeling zijn akkoord geeft, ondertekenen wij ook dus dat we kennis genomen hebben van het document. Ik ben Rudy Moortamer, ik werk voor Stork. Ik ben onderhoudsmechaniker en wij werken aan een job in Sluiskil in Nederland. Ah Jos, is manneke. We beginnen eigenlijk 's morgens afspreken in Antwerpen en dan rijden we naar de werkplaats toe. Dat kan zijn in de Antwerpse haven, maar dat kan ook zijn ergens in Nederland of Duitsland. Of... Meestal rijden we dagelijks over huis. Dus ik zou zeggen, de maximum afstand die we rijden is ongeveer 300 kilometer per dag. Als het verder wordt, ja, dan wordt het echt... niet meer interessant om dan nog te rijden en dan nog 8 uur werken of soms nog meer dan 8 uur werken en dan overnachten we. We zijn een afsluiter in elkaar aan het zetten. Die een afsluiter die dient eigenlijk om die stoommachine te regelen. Dus bijvoorbeeld de meer stoom dat er door kan, bijvoorbeeld de sneller die stoommachine draait, die drijft een alternator aan. En die maakt stroom. De meeste gereedschappen waar wij mee werken is gewoon handgereedschappen, dus een hamer, sleutels, schroevendraaiers. Maar we maken ook gebruik van hydraulische sleutels. Dus als er bouten moeten vastgezet worden op een zeer hoge spanning, dan gebeurt dat met hydraulische sleutels. Daar komt in feite heel dikwijls nogal wat precisiewerk bij kijken. Ja. En, zwaar, ja, daar heb je natuurlijk kranen voor. Hè. Dus in principe, hoeveel te zwaarder het is, hoeveel te gemakkelijker het wordt voor ons, want dan wordt er nogal sneller een kraan besteld.
Na iedere herstelling wordt er een schaderapport opgesteld, die dan aan de ingenieur overhandigd wordt en die dan later iedereen kan raadplegen. Als dezezelfde toestel een jaar later terugkomt, kunnen we zien welke herstellingen eraan gebeurd zijn. Oh, dat ziet als uw vervuiling. Het moet de retour niet zijn van de andere dag je medekrijgt. Dat weten we niet. Hè? Als onderhoudsmechanieker, iedere dag is iets anders. Dus vandaag hebben we zo'n pomp. Het kan goed gebeuren dat we een crash hebben in het bedrijf nu en dat we deze pomp moeten laten liggen. En dat we een andere interventie doen. En dan eventueel morgen verder doen aan deze pomp. Met momenten moeten we zeer flexibel zijn. Er zijn dagen bij dat we 12 uur per dag werken. 5 dagen aan een stuk. Het kan ook zijn dat je 2-3 verschillende shiften op een week moet werken. Dus is de vroege, is de nacht, is de late. Dus, ja, we moeten wel flexibel zijn. Die mannen hebben dat ingehaald en die mannen hebben dat ook terug in hier gestoken. Dus. De beste kwaliteiten van een goede onderhoudsmechaniker is dikwijls inventief moeten zijn. Wat bij ons betreft toch. En wat technische kennis hebben uiteraard. En geïnteresseerd zijn in de job. Je moet nieuwsgierig zijn. Je moet kunnen communiceren met collega's. Stressbestendig zijn. Zijn we bezig met die ammonwaterpomp? Ja, zes. Dan hebben ze uit de afdeling gehaald en nu moeten ze wel een beetje afkuisen. En het eerste zicht is de vervuiling. Wel, in de eerste plaats moet een goede onderhoudsmechanicien eigenlijk zot zijn van techniek. Hij moet daar heel de tijd mee bezig zijn, zou ik zeggen. In de tweede plaats moet het toch een teamplayer zijn, omdat hij heel veel moet samenwerken met mensen. Zowel binnen zijn eigen team als naar de klant toe, de productieinstallaties. Het is ook iemand die voor een stuk zelfstandig moet kunnen werken en moet kunnen inschatten wanneer dat er een probleem is, wanneer dat hij dan andere mensen moet kunnen contacteren om dan samen overleg te plegen. Wij kunnen met momenten vrij zelfstandig werken en beslissingen die er genomen moeten worden, die mogen wij dikwijls zelf nemen. In dit geval nu weer niet, omdat er, de machine die we nu in elkaar zetten, daar moet Siemens garantie voor geven. Dus ja, de beslissingen die dan genomen worden, die worden genomen door Siemens. Met momenten heb ik een hoop verantwoordelijkheid. Ja. Omdat we eigenlijk werken aan hele dure toestellen. Hè. Dus als er daar iets kapot gaat, dan gaat het dikwijls over miljoenen euro's die kapot zouden kunnen zijn. Dat gebeurt regelmatig dat we hier in de werkplaats een toestel testen en dat niet goed is. Dan gaat het terug volledig open, kijken wat er niet goed aan is, terug monteren en totdat het toestel perfect in orde is. Voilà, het stuk is proper, kan terug gemonteerd worden. De minimumvereiste die wij stellen is een technische secundaire opleiding, dus een A2 niveau. Maar eigenlijk nog belangrijker is de on-the-job training die wij zelf geven aan de mensen. Wanneer de mensen bij ons binnenkomen, is er natuurlijk een basisopleiding die gebeurt. Maar dan daarna worden de mensen begeleid door collega's, door meer ervaren collega's, door de leidinggevenden ook. En er is ook een stuk training dat gegeven wordt door technische specialisten die hier bij ons op bezoek komen. Leveranciers zijn dat dan meestal. Meer moet dat niet zijn, hè? Dus een echte mechaniker, wijze van spreken, wordt een klein beetje geboren met de twee handen, de twee goede handen aan zijn lijf, dan wij zeggen. En bij wijze van spreken, het is het zien, het horen, het volgen, het vragen en het doen. En zo gaat eigenlijk de mechaniker eigenlijk zijn eigen opbouwen. Mijn specialisatie is eigenlijk machines uitlijnen. Dat wil dus zeggen, grote machines in lijn zetten. Dat is nodig, omdat als dat mooi in lijn staat, dan is er veel minder slijtage aan die machines. Je kunt uiteraard niet alles weten van alle machines, maar er is altijd wel heel veel vergelijkbare mechaniek. Of als je nu aan een motor bezig bent of aan een compressor. Er zijn altijd veel dingen die hetzelfde blijven. Veel principes blijven gewoon hetzelfde. Dus. En ja, meestal de fabrieken waar dat je gaat werken,
is ook wel iemand, een onderhoudsverantwoordelijke, die wel op de hoogte is van dat bepaald machine. Dus als er vragen zijn, meestal kunnen daar dan toch bij terecht. Mijn collega zei, dat moet de job aangenomen. Nou, ze zitten erbij, wat kan ik nou anders zeggen? En minder aangenomen, in de winter, als je bijvoorbeeld buiten moet werken of zo, als je weer en wind staat, dat is natuurlijk minder aangenomen. Maar voor de rest, valt dat allemaal wel mee. Wel, als er problemen zijn, is dat een uitdaging om die problemen op te lossen. En achteraf, als je ziet dat alles in orde is, heeft al voldoening. En de onaangename, dat is dat je voor wie dan een werk bezig bent en dat je moet stoppen op een ander werk. Een dringende kruis bijvoorbeeld. En je werk blijft liggen en iets dat je niet kunt afwerken dan. Ziezo, de dag zit erop. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en tot ziens. Voilà, onze job zit erop voor vandaag. We gaan nu naar huis. Tomorrow is another day.